Olaf, stemloket en stem rechts. Partij Mafia, ik stem ze weg. Hey, deze AH is goed bezig. Yo, oké. Ja, mensen laten duidelijk hun stem horen. Dit is echt een persconferentie vanuit de bevolking. Ik zie je. Ik ga allemaal stemmen. Laten we proberen. Want het is of allemaal niet stemmen of allemaal wel, weet je wel. Anders gaat het gewoon niet werken. En we moeten echt ons best doen om de schade van de egoïstische linkse kiezer een beetje te verlichten. Op een dag terug te draaien. Het is mogelijk. We hebben ook na de Tweede Wereldoorlog alles weer opgebouwd. Los van de Nutri-scores en de klimaatlobby's en hobby's is deze AH wel goed bezig. Nou, eigenlijk zijn het niet eens vleesvervangers, maar gewoon voedselvervangers. Weet je wel, die klimaatrotzooi uit het laboratorium. Levensgevaarlijk ook. Natuurlijk, niet te vergeten, ja, ze willen geen eerlijke media of eerlijke verkiezingen. Net als in elke dictatuur kan je stemmen op wie je wil, maar het is niet vrijblijvend. Kom er maar niet vooruit, want je mening kan worden gezien als afwijkend. Ik heb echt geen zin meer in die verkiezingen, maar ja, ik doe het maar voor zetelbehoud van de Forum. Omdat ze echt de waarde voor hun geld leveren, ik gun het ze. De uitslag zal precies zijn als de peilingen, want het regime heeft al lang bepaald. Maar de oppositie wordt extra laag gepeild en krijgt een haatcampagne uit de media. De wereld vernietigen. Hoe durf je vleesmolen in de Oekraïne? Hoe durf je? Politie, ik maak geen gebruik van jullie diensten. Levend laat leven, ik kan mezelf prima policen. De wereld vernietigen. Hoe durf je vleesmolen in de Oekraïne? In stand houden. Politie, ik maak geen gebruik van jullie diensten. Levend laat leven, ik kan mezelf prima policen.